James Evmorvidis, jullie winnen in Den Bosch. Ongelooflijk belangrijke punten. Maar het was weer een zware bevalling vanavond, hè? Ja, dat heb je als je tiende staat. Of tenminste middenmoot bent. Dan is alles een beetje strijden. Dat betekent dat je het tot nu toe niet goed genoeg doet om in de top te zijn. Maar ook niet onderaan staat. Dus dat alles gewoon 50-50 is. Je begon slecht aan de wedstrijd. De eerste 20 minuten kwamen jullie er totaal niet aan te pas. Klopt, ja. Waar lag het aan? Dat lag aan tactisch. Tactisch stonden we niet zo goed. In de rust hebben we het een beetje anders gedaan en toen ging het beter. Ja. Ja, eigenlijk na 20 minuten al, hè? Toen herpakten jullie redelijk. Volgens mij stonden we toen al gewoon 1-0 achter. Ja, dan moet je gewoon iets meer naar voren drukken, want je moet gewoon de bal onderscheppen. Dat ging wat beter. Ja, bij rust 1-1, dan jouw goal, die uiteindelijk goud waard blijkt. Ja, na de actie van Thomas Verheid, hè? Wist jij dat hij dat in zich had? Het draaien? Nee. Ik zei nog, tering, ik had niet verwacht dat jij zo'n goede draaisuk had. Maar hij heeft het wel geflikt, alleen dan scoort hij niet, maar dan komt hij uiteindelijk bij mij terecht. Dus dat is mooi. Ja. En dan oog je vrij emotioneel? We hadden in de rust een beetje een probleempje in de kleedkamer. Dus daar was ik gewoon niet blij mee. En dan scoorde ik winnen, dat is gewoon lekker. Ja. Wat gebeurde er dan in de kleedkamer? Nou, niks bijzonders. Maar ja, je benoemt het toch? Probleempje? Ja, wat moet ik zeggen? Ja, we moeten gewoon elkaar kunnen... De waarheid kunnen vertellen? De waarheid kunnen vertellen. Weet je? Als het niet goed genoeg gaat, moeten we het gewoon kunnen zeggen. En alleen zo ga je winnen. Alleen zo ga je stappen maken. Weet je? Je moet niet naar jezelf kijken. Uiteraard moet je naar jezelf kijken. Maar we zijn één team. Daar gaat het om. Eén team, één taak. Hoe kunnen wij het beste uit elkaar halen? Dus er was even wat oneenigheid in de kleedkamer? Ja, wat oneenigheid. Dat kwam vanuit mij uit. Weet je, en dat wil ik niet. Ik wil gewoon winnen. Weet je, het gaat om ons. Want wat vond jij? Jij wilde je ploeggenoten de waarheid vertellen. Wat wilde je ze met name meegeven? Nou, niet per se de waarheid, maar het moest gewoon beter. Het moest gewoon beter in de eerste helft. We kwamen gewoon niet aan in duels. En dan moet je gewoon eerlijk zeggen, boys, wat gaat er mis? Ja. Weet je, laten we gewoon eerlijk zijn tegen elkaar. We moeten iets anders doen. Dit plan werkt niet. Nou, een paar tips en tricks, weet je, daarvoor heb je een team, daarvoor heb je de rust. Ja. Nou, dan zie je dat het gelijk beter gaat. Ja. En dan ben jij een van de leidinggevenden in de kleedkamer of jongens die even zijn verantwoordelijkheid pakt? Ja, ik ben zeker iemand die zijn bek opentrekt. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, nou, het heeft geholpen. Nou, gelukkig maar. Ja. Maar het was wel weer hangen en wurgen, hè, op het laatst. Een beetje indachtig AZ. Je kan echt als trainer van Almere City nooit echt lekker de wedstrijd uitzitten. Ik zeg het elke keer, het is lekker spannend als je naar ons kijkt. Dus dat eigenlijk. Ja. Dankjewel, man.